Hey mensen, en welkom terug bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. De vragen zijn aan het laden, Jordi is aan het laden, Bart is aan het laden, ik ben aan het laden. Op naar de intro. Oké, en de vragen zijn geladen. En ik zou zeggen, Bardo, shoot. Voordat we kunnen beginnen, moeten we natuurlijk toelichten waar we zijn. Oh my god, ja, je hebt gelijk. Bij de Febo. Bij de Febo! Oh mijn god, oh nee. Ja, dus als je bij de Febo bent, dan moet je Vraagje Vrijdag opnemen. Maar zijn we serieus? We zijn natuurlijk bij de arena op de achtergrond. Ajax. En 010. 020. Alles. Was het 020? 020 is Rotterdam. Ah ja. Nee, 020 is het. Het is 020. Nee. Ja, het is 020. Ga ik het opzoeken? Dan kunnen jullie hier verder gaan. Ga jij opzoeken? Dan gaan wij het nest doen. Opzoeken, dan gaan wij kijken. Want de eerste vraag die ik binnenkrijg, ik ga hem ook gewoon direct pakken. Die is van Ajax Amsterdam. Ik heb de vraag helaas, lees ik hem nu pas. Waar? Ja, hij heet serieus Ajax. Hij heet serieus Ajax Amsterdam. En de vraag is, waar heb je voor het eerst seks gehad? Dat is even dan weer jammer van de vraag. Ja, bij Ajax. Op de grasmat, op de middenstip. Op de middenstip deed ik hem in de andere stip. Nou, als je moest kiezen voor Kingdom, Entropia of Malino. Wat? Kingdom, Entropia of Malino? Kingdom is toch gewoon een serie? Ja, Kingdom is een serie, maar is je Kingdom, welke wil je binnentreden? Entropia of Malino? Het is 020. 020? Oh, wauw. Ik wil jou binnentreden. Even tussendoor, blij dat ik hier dus niet bij Ajax heb gezeten. 010! Dus dat ik nou ook... Sowieso is het niet handig om dit wat ik net deed te doen voor de Ajax. Feyenoord! Ik vind dat jullie... Je elkaar zagen en de kaart gaan afschillen. Precies. Feyenoord! Feyenoord, word je kapot gemaakt. Oké, laten we doorgaan. Malino of Entropia? Ik zeg Malino, want het zijn kleine gasten. Goblins. Goblins, jij? Malino of Entropia? Nou, dat moet wel Vincent zijn, Antoine. Nee, ik denk Entropia. Want Entropia, ze nemen alles over. Mijn stem nu dus doorslaggevend. We gaan allebei naar Malino. Ja, dan ga ik met jou mee naar Malino. Ga jij bij mij? Kingdom Malino, sterkst van allemaal. Ken je dat nummer niet? Nee. Dat is All Together. Dat te zingen. Dat is het nummer van Malino. Kingdom Malino, sterkst. Dan gaan we bij Ajax zingen. Gaan we naar een voetbalwedstrijd? Waarom hebben wij niet zo'n Banjo Town volkslied? Banjo Town. Dat is wat ever Banjo Town kan. Banjo Town. Banjo Town. We zijn allemaal heel erg down. Banjo Town. Banjo Town. Ik zat weer te denken aan Syndroom van Down. We zijn allemaal heel erg down. Banjo Town. Nee, weet je, als jij een liedje kan maken, maak vooral een nummer. En wie weet hebben wij ons eigen Banjo Town nummer binnenkort. En Lorenzo. Volgende dag gewoon van Jan Vermanen. Wat is je favoriete Pokémon? Jouw favoriete Pokémon is kaart. Wat flauwe jouwne? Mijn favoriete Pokémon is denk ik... Ja, ik heb helemaal niet gekeken, maar ik wil altijd een Pikachu vangen als ik het spel speelde. Er was altijd één Pokémon en die vond ik altijd zo Charizard. Maar heb je liever Pokémons of Chinamons? Nou weet je, ik laatst achter kwam, heel veel Pokémon en Chinamons. Oh! Nee, maar weet je waar ik laatst achter kwam? Als je een vriendin hebt en die heet Charlotte, dan kan die evolueren in een Charmander, Charmeleon en Charizard. Dus als je een vriendin zoekt, zoek iemand die Charlotte. Je weet dat mijn vriendin Charlotte heet, hè? Serieus? Dat was ik helemaal vergeten. Nou, schat, je hoort het. Je gaat binnenkort evalueren. Ja. Stuur je naar de daycare. Ik moet zeggen, dit klinkt toch enigszins pervers gewoon. Ja, je stalkt man. Ga je pokerfluit gebruiken om haar te laten evalueren? Hoppakee. Nou, ik pak heel veel... Pikachu in haar... Snorlax, weet ik veel. I'm gonna take a Pikachu. Ik pak mijn Pokédex. Wacht, ik pak even niveau op. Hey, ja, oké, we hebben het niveau terug, dus ik pak in de Pokédex de volgende vraag. Heb je... Oké, deze is raar. PewDiePie Bro die vraagt, wat is de raarste plek waar je ooit gepoept hebt? Waarom gaat het steeds over plekken waar je rare dingen gedaan hebt? Vincent heeft hier gepoept. Vincent heeft hier gepoept? Ja, waar heb jij? Wat is de raarste? Ik denk oprecht dat het wel echt een keer school was, weet je. Dan hang je helemaal boven de wc en dan is het ook echt... Ja, code rood. Of als je zeg maar als volwassen man in zo'n kinderschool komt, weet je, zo'n basisschool, dat je dan opeens die wc ziet en je denkt van godverdomme, heb ik hier vroeger op gescheten. Ja. Ik heb echt wel in de gênante plek heb ik zo gevoeld. Nu komt het. Ja, nee, volgens mij heb ik, niet gênant, maar ik was toen een tijd was ik aan het spijbelen en toen was ik echt rondjes aan het fietsen door de stad heen van Leiden. Ik had niks anders te doen, ik moest even net zo lang wachten totdat het tijd werd om naar huis toe te gaan. Toen heb ik wel eens een keertje op een paar, met volle diarree wel ergens over scheiden. De clue van het verhaal is ook gewoon, ik heb ergens in Leiden gescheten met diarree. Punt! Laten we het zo zeggen, je hebt gewoon de muren bruin geverfd. Laten we het daarop houden. Ja. Ik zou nog wel eens in een Banjo Town studio willen scheiden.
Oh, dat is wel echt een hele mooie. Als je daar een keer gaat schijten, gewoon in de studio en dan hebben we een gast en dan... Die lucht ook nog gewoon 2 jaar hangt. Ja, dat ook niet vertellen aan mij, hè, gewoon. Dan ga je gewoon schijten, zeg maar, achter het decor, zodat niemand het ziet en dan... Wat is dat toch? Lekker. Oh man, dat is echt verschrikkelijk. Ik ga kijken voor de laatste... meer vragen? De laatste vraag. Met wie ga je liever naar bed? Jamai of Justin Bieber? Deze vraag is van Max. Max Malta. Ja, maar van Jamai weet je 100% zeker dat hij gay is. Van Justin Bieber is het nog... Weet je? Dus ik weet niet of je dan liever een goede man in bed wil. Of zeg maar een man als die jij, helemaal niks Als jij überhaupt met een man naar bed gaat, dan weet ik toch sowieso dat ze homo zijn? Ja, nee, maar met wie wil jij naar bed? Niet andersom, zeg maar. Ja. Ja, dan kan je wel zeggen dat je met Justin Bieber geneukt hebt. Dus dat zou ik wel doen. Ja. Zoals die chick had gedaan. True, ik zou waarschijnlijk ook voor de Justin Bieber kiezen, maar aan de andere kant, Jamai heeft wel humor, weet je, dat is wel, als je dan wakker wordt naast Jamai, dan heb je in ieder geval een leuke grap. En Justin Bieber gaat zingen, dan word je niet vrolijk van. Dan kun je ook een keer grappen doen over je kleine penis. Inderdaad. Wat? Wat? Zag ik dat? Dat mijn penis net zo klein is als de carrière van Jamai. Ik ga naar huis. Ik ga ook naar huis. Oké, jongens, bedankt voor het kijken, Jordi. Hey, jij ook. Ik heb niet zoveel input. Laat een groen duimpje achter en abonneer op Town. En ik zie jullie volgende keer weer. Alrighties. Bye.